Goedendag Omar. Goedendag. Welkom. Het is niet de eerste keer dat je mij in de stoel zit, hè? Klopt. Je bent al een tijdje klant bij mij. Ik vind het heel leuk dat jij een van de gasten bent van Harmerwaar. We hadden hele toffe gesprekken. Het gaat de ene keer over politiek, de andere keer over religie, over kunstmatige intelligentie. Technologie, ja. Technologie. En wat heb je nog meer gestudeerd? Tijdens mijn master heb ik tegelijkertijd een eigenlijk stage gelopen bij een internet start-up in Amsterdam. Mm-hmm. Die bouwde idee management software. Dus dat is eigenlijk een platform waar je met je hele bedrijf op kunt inloggen en ideeën kunt uitwisselen rondom belangrijke thema's voor dat bedrijf. Mm-hmm. Dus je kon in dat platform kon je dan een idee challenge uitzetten en dan kon iedereen rondom zo'n idee challenge bijvoorbeeld hoe kunnen we duurzamer ondernemen, hoe kunnen we geld besparen of hoe kunnen we een product bedenken voor dit of dat probleem. Mm-hmm. Rondom zo'n soort challenge konden we dan met z'n allen ideeën eigenlijk verzamelen en beoordelen en uiteindelijk tot nieuwe innovaties komen. Dus het was gewoon een hele innovatieve partij. En toen ik daarvan hoorde, toen dacht ik, oh jee, wat een geweldige plek om te kunnen leren. Ja. Dus toen ben ik eigenlijk gewoon koffie gaan drinken en gezegd van jeetje, ik heb gehoord over jullie. Het klinkt gewoon heel tof wat jullie doen, dus het lijkt me gewoon heel leuk om hier te werken als programmeur en gewoon in een omgeving te zitten waar ik iedere dag leer. Ja. En ze vonden het een beetje raar, want ik had geen programmeerervaring eigenlijk op dat moment. Want je kon wel programmeren? Nee, niet echt. Dus het was gewoon iets wat ik graag wilde leren. Ja. En het ging me niet eens per se om het programmeren zelf, maar gewoon ook dat bedrijf. En eigenlijk zeiden ze van oké, leuk gesprek, maar je kan eigenlijk nog niks, wel een beetje vreemd, maar goed, we zullen er even over nadenken. Okay. En eigenlijk diezelfde avond werd ik opgebeld van oké, je bent zo enthousiast en dat is aanstekelijk, dus we gaan het gewoon proberen. Tof. Heb je ook gedaan? Schrijven? Ja, vooral gewoon papers en dat soort dingen. Je bent op een gegeven moment verhuisd naar Wijchen voor het werk, zei je. Ja. Ben je nog werkzaam op dezelfde plek? Ja. Op hetzelfde bedrijf? Zeker. En dat is? Ja, Joost BV. Joost, kort. YOAST. Ja. Het is eigenlijk vernoemd naar de oprichter Joost de Valk, J-O-O-S-T. Ja. En de naam komt eigenlijk vanuit het idee dat hij heel veel in het buitenland werkte en niemand zijn naam goed kon uitspreken. Dus heeft hij Joost op zijn Amerikaans gespeld. Joost, oké. En toen kon iedereen het wel. Ja, maar dit is dan oké. En dat is eigenlijk blijven hangen, maar dat is in een hele korte tijd is dat heel groot gegroeid. Ja, want ik heb ook te maken met Joost. Ja, klopt. En best wel veel anderen volgens mij. Althans, ik heb een WordPress website, die heb ik zelf gebouwd. En toen kon ik ook voor kiezen om een plugin van Joost te downloaden. Toen wist ik nog niet dat het een bedrijf was hier in Wijchen, dat jij er ook werkzaam was. Maar kappers zijn, daar hoor je natuurlijk allerlei soorten verhalen. En dat hoorde ik een keer een tijdje terug, ik denk misschien 4 of 5 jaar geleden. Zat er iemand in mijn stoel en toen hadden we het over plugins, over SEO optimalisatie plugins en toen viel de naam Joost en zei iemand, dat is een bedrijf hier in Wijchen en als Google een beslissing wil nemen of als Facebook een beslissing wil nemen op het gebied van hun strategie of bepaalde elementen die ze willen aanpassen, dan overleggen ze altijd met dat bedrijfje hier in Wijchen, ja. In Joost. Is dat waar? Nee, in grote lijnen wel. Het is, we zijn dus inderdaad, we maken een plugin voor WordPress. En WordPress is een systeempje waarmee je websites kan maken. Ja. En wij maken de plugin waarmee je WordPress kunt optimaliseren voor zoekmachines. Dus dat heet SEO, Search Engine Optimization. Ja.
Ja, wij zijn daarin echt dik marktleider wereldwijd. Met 6,5 miljoen actieve installaties. Dus dat betekent 6,5 miljoen WordPress websites die draaien jullie plugin. Ja, die draaien Yoast SEO. En ja, dat betekent dus gewoon dat er 6,5 miljoen websites zijn die gewoon waar wij dingen in de HTML doen en waar wij mensen helpen met het optimaliseren van hun webcontent voor zoekmachines. Hm. Als wij dus inderdaad iets veranderen, dan kijk, je moet het zo zien. Google die crawlt, of die haalt alle websites van de wereld vaak meerdere malen per dag op. Ja. En op het moment dat wij iets veranderen in de output of de informatie van die Google leest, dan heeft het gewoon een hele grote impact op die crawlers van Google. Omdat er ineens 6,5 miljoen, niet van de een op de andere dag, maar binnen een paar weken ineens miljoenen sites iets anders doen of iets anders laten zien. Dus die hadden op zich een hele leuke 1 april grap kunnen uithalen met al die 6,5 miljoen gebruikers. Nou ja, dat is namelijk of? Nou, daarvoor is het iets te serieus wat we doen. Nee. Maar ja, ik bedoel, het geeft inderdaad wel een flinke verantwoordelijkheid. Als je dus software mag draaien op zoveel verschillende websites. Ja. Dus. En ben jij dan programmeur binnen Yoast? Wat zijn jouw functies? Ik ben begonnen eigenlijk als software architect. Dus echt inderdaad vanuit het filosofische om de architectuur en het modelleren van die software te helpen verbeteren. Mm-hmm. Maar ik werd al heel gauw, groeide dat en werd ik manager van het development team. Ja. En nu ben ik technisch directeur eigenlijk van het bedrijf. En ik denk dat 2,5 jaar geleden kwam ik binnen, waren we met z'n 12. Ja. En nu zijn we met meer dan 50 man en het groeit nog steeds heel hard. Okay. Dus, en hoe lang bestaat Yoast al? Yoast BV bestaat nu denk ik ongeveer 7 jaar. Hm. En, ik denk dat Yoast de Valk zelf al iets langer bezig is met die plugin, maar niet heel veel langer. Dus ja, dat is in hele korte tijd heel, heel, heel groot geworden. Ja. Wat is jullie visie? Waar willen jullie naartoe met het bedrijf? Ja, eigenlijk wat bijzonder ook is dat alles wat wij doen is eigenlijk open source. En dat houdt in dat de broncode van alle software die we maken is gewoon open en vrij toegankelijk voor iedereen. Mm-hmm. En het grootste deel van die software is ook nog gratis. En hetzelfde geldt eigenlijk voor al onze kennis. Dus wij hebben heel veel kennis op het gebied van SEO. Yeah. En al die kennis die delen we eigenlijk gratis en vrij toegankelijk op ons blog. Mm-hmm. En dan daarbovenop, al dat gratis en open source, hebben we een aantal premium producten waar we dan ons geld mee verdienen. Dus bijvoorbeeld die kennis, die verbakken we opnieuw in bijvoorbeeld een cursusvorm of in een e-book. En sommige features die heel geavanceerd zijn, die verkopen we voor geld. En op die manier, en ook de technische ondersteuning van die producten, die verkopen we voor geld en op die manier verdienen we ons geld. Maar dat maakt eigenlijk gewoon dat we gewoon er voor de hele wereld zijn. Onze missie is ook SEO voor iedereen. Okay. Dus, en die is echt heel belangrijk. Dus we willen dat iedereen eigenlijk vrij toegang heeft tot software waarmee hij zijn website kan optimaliseren. Hoe is dat bijvoorbeeld in Azië? Neem bijvoorbeeld een land als China, waar je ook waarschijnlijk heel veel websites hebt. Zijn jullie daar ook goed vertegenwoordigd? China die heeft zijn eigen zoekmachine, Baidu. Ja. En om heel eerlijk te zijn, hebben wij geen goede cijfers van hoeveel mensen daar ook Yoast of WordPress gebruiken. Omdat er zit ook een grote firewall om het Chinese internet heen. Okay. Maar wat we wel bijvoorbeeld weten is dat WordPress, zowel WordPress als Yoast SEO, wordt echt heel veel gebruikt. Ook in India en in Japan en eigenlijk over de hele wereld. Zuid-Amerika, Noord-Amerika. Sowieso is WordPress een van de grootste systemen om websites mee te maken. Ongeveer 27% van alle websites op de wereld zijn gebouwd met WordPress. Hoeveel? 27%. Oké. Okay. Dus dat is echt ongelooflijk. Meer dan een vierde deel.
Ja, er zijn ongeveer 1 miljard websites bij een telling, ik denk 1/2 jaar geleden. En daarvan, ja, dat zijn dus echt ongelooflijke aantallen die op WordPress draaien. En daarvan ook een heel groot deel weer installeert onze plugin. En hoe gaan jullie om met platformen zoals bijvoorbeeld een Facebook? Want voor sommige mensen is het internet is Facebook. Dus die komen bijna niet eens meer op een website, maar die gaan direct naar Facebook. En, ja. Ik weet niet of dat steeds meer wordt, maar ik bedoel, mijn website is wel belangrijk. Alleen ik zie dat meer als een springplank naar mijn social media kanalen. Ik heb liever dat ze zich bevinden op mijn Facebookpagina of mijn Instagram dan op mijn website, waar eigenlijk alleen maar wat tekst staat en wat foto's. Hoe gaan jullie daarmee om? Of wat is jouw visie daarop? Zal dat in de toekomst steeds meer worden? Zal het domeinadres, de website zoals we die kennen? Sociale media zijn gewoon heel belangrijk ook in wat wij doen. Kijk, zoekmachine optimalisatie beperkt zich in principe niet tot Google. Dus Facebook heeft zelf ook een zoekmachine. Ja. Dus als jij gewoon in Facebook googelt als jij in Facebook zoekt op bijvoorbeeld WordPress SEO, dan wil je ook gewoon dat ze bij ons uitkomen. Dus of als jij zoekt in Facebook op Kapper Nijmegen of Barbier Nijmegen, wil je misschien ook wel dat ze bij jou uitkomen. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk ook gewoon heel belangrijk. Alleen wat we nu doen is in ieder geval helpen om jouw content op je website goed te delen ook op Facebook. Oké. Okay. Dus in principe is het, wij draaien het om. Wij zeggen, en ik denk dat de meeste mensen dat zeggen, is van gebruik je sociale media om mensen naar je website te krijgen. Mm-hmm. Zorg gewoon dat de content op je website is en deel die content op sociale media. En wij helpen je dan om die content zo mooi mogelijk te presenteren op sociale media. Nog een laatste vraag. Dat is of je iets in je haar wilt. Iets van een Doe maar een beetje van dat rode spul. Het rode spul, de reuzel. Reuzel. Ja. Dan mag ik nonchalant zijn, niet te strak. Ja, precies. Ja, het zou wel leuk zijn als op een gegeven moment een haarproduct ook smart worden. Ja, precies. Als je een product aansmeert, dan of jij smartphone kan bepalen hoe het kapsel... Dat je gewoon... Of dat je op een foto zegt van dat moet het worden. Dat je haar gewoon vanzelf een model gaat zitten. Ja. Ja, dat zou heel grappig zijn. Het zou minder leuk zijn als er een apparaat komt die mijn werk zou overnemen. Ja. Maar ja, dat robots dat zijn ook weer aantocht, hè? Ik weet niet of die ooit zulke goede gesprekken zouden kunnen voeren. Maar... Ja, dat knippen, dat moet ooit wel lukken. Ja, misschien wordt is het woordje gesprek een hele andere definitie, heeft een andere definitie over 50 jaar. Ja, dat kan natuurlijk. Hoop ik niet. Voor mij is het vooral leuk om lekker bezig te zijn met mijn handen en een goed gesprek te voeren met mijn klant. Nou, we zullen het zien. Ik bedank jou in ieder geval voor dit gesprek. Ja, heel erg bedankt voor de uitnodiging. Thank you.